aangekomen in Wadjali, een plekje op de grens tussen Somaliland en Ethiopië. Hier zijn mensen die al maanden geen eten meer gehad hebben. Vandaag komt voor het eerst een camion vol met voedsel naar hier. Op dit moment is de politie en de ordendiensten zijn bezig om de mensen te kalmeren en zeggen dat er voldoende eten zal zijn voor iedereen. Ze hopen dat iedereen netjes in een rij zal gaan aanschuiven, maar ordendiensten zelf vrezen dat het misschien wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Urenlang hebben mensen alles van de vrachtwagens geladen, mooi in pakjes gelegd, om dan te besluiten om alles terug op te laden, omdat er te weinig is voor iedereen die hier staat. Men heeft net met een megafoon omgeroepen aan de menigte dat ze naar huis moeten en dat ze misschien morgen opnieuw eten krijgen. Hey.